Ik weet nog, als ze vroegen aan mij, wat wil je eigenlijk later doen? Of waar wil je, wat wil je nog verder studeren? En ik weet nog, tot op vandaag, dat ik echt zo met heel veel enthousiasme zei, oh, ik wil echt voor kleuterleidster gaan. En dan begon het. Ja, je weet toch wel waar je aan gaat beginnen, hè? Je weet toch dat dat zwaar is, hè? Ja, ik weet niet of je dat gaat kunnen. Wauw. Zoveel, op basis van wat maakt men eigenlijk al die uitspraken? En dat heeft wel iets met mij gedaan, want dat heeft mij onzeker gemaakt. En die ervaringen, die wil ik. Ik wil niet dat leerlingen dit gevoel ook hebben. Wat ik heb gemist, is dat ik wil meegeven aan kinderen. Door al die vooroordelen eigenlijk, moeten wij of leerkrachten daar redelijk bewust van worden dat dat kinderen ook echt wel kan vormen. Er zijn effectief leerlingen die niet verder gaan studeren, omdat die geloven dat zij het effectief niet kunnen. Op het moment dat ik eigenlijk dan was afgestudeerd, ja, dat voelde geweldig aan natuurlijk. En dat was een school en de directie die passeerde en ik zei, ja, goeiedag mevrouw. Ik kom eigenlijk spontaan solliciteren. Ik heb een sollicitatiebrief en mijn motivatiebrief mee. Is dat voor poetsvrouw of islamleerkracht? Nee, voor kleuterleidster. Dat zorgt ervoor dat ik zeg, nee, hier wil ik al niet werken. Omdat ik al het gevoel heb, oei, hier ga ik mij heel hard moeten bewijzen. Dus ik ga geen plezier beleven aan het lesgeven, maar eerder stress. Door de ervaringen die ik heb gehad, heeft dat mij wel allemaal veel bewuster gemaakt. Ikzelf heb ook vooroordelen. Op basis van ervaringen, op basis van zaken die je al reeds hebt gehoord of zo. Waardoor ik dan eigenlijk zelf stel van, het beeld dat ik nu net heb gemaakt, klopt dat wel of niet? Wat ik eigenlijk zo geweldig vind nu op de werkvloer is op het moment als leerkrachten tegen iets aanbotsen, dat ik hen daar eigenlijk op kan aanspreken en hen dingen kan duiden. Dat is voor mij heel fijn, omdat ik weet, zij staan daarvoor open en ze willen eigenlijk ook op zoek gaan naar hoe kunnen we dat het best aanpakken. En bewust zijn van, oké, eigenlijk was dat niet oké. De volgende keer moet ik er bewust van zijn dat ik niet meer zo ga reageren, dat ik daar wel op ga letten. Dat is een uitdaging, maar we moeten daar echt bewust van worden, want het gaat nog steeds om de toekomst van die kinderen.